Dag kijkers, welkom bij een nieuwe video. Vandaag weer even een review en een hele bijzondere, want afgelopen woensdag voor de mensen die mijn Albonica video hebben gezien, Deborah kwam langs en ik kreeg toen een boekje van de vegetarische slager als cadeau en een deegroller en ook wat dvd's, die had ik niet laten zien, maar ik kreeg ook deze en dit is heel interessant, ja, want jullie weten mijn favoriete mayonaise is de Hellmann's mayonaise, dus dit is natuurlijk prachtig om te reviewen. Oh ja, eerst even de ingrediënten. Ik zit er net naar te kijken. In de vegan versie zitten raapzaadolie, water, azijn, suiker, zout, gemodificeerd maïszetmeel, natuurlijk aroma, bevat mosterd, citroensapconcentraat, antioxidant, E385, kleurstof, paprika extract. Dan zit in deze, dat is heel apart, raapzaadolie, water, ei en eigeel. Nou, dat hoort in mayonaise, dus... En voor de rest zit er ongeveer bijna hetzelfde in gewoon. Heel apart. Maar goed, begin even. Ik heb natuurlijk nu ook goed vergelijkingsmateriaal. Ik doe qua geur een beetje aan slasaus denken of zo. Die hebben we daar. Even een beetje deze ruiken. Deze ruikt veel minder sterk. Hellmann's, oulala. I love it. Nou, deze even proberen. Lina, kom maar. Kom maar. Is het, ja. En je proeft een duidelijk verschil. Je proeft natuurlijk dat hier gewoon geen eieren in zitten. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor mayonaise. Ik denk dat vegans hier heel erg blij van worden. Het is op zich, het smaakt niet verkeerd. Maar ja, het is geen mayonaise. Gewoon. Ik wil een heel klein beetje dat, ja, hoe moet ik het zeggen, dat Hellmann's smaakje, maar dan zonder de eieren erin. Die is een beetje lastig uit te leggen. Wow. Ja, weet je, het smaakt een beetje van alsof ze onwijs hun best hebben gedaan, maar ja, er zit een soort van liefde in of zo, maar... Ja, het is het gewoon niet. Goed, ik ga eventjes een frikandelletje bakken. Dan ga ik het daarmee proberen. En wat ik, ja, ik denk dat met deze saus verder, dat ik dit gewoon als basis gebruik voor een ander sausje. Misschien gooi ik er wel wat knoflook doorheen. Dan heb je een soort van alioli of zo. Ik weet niet. Maar ik ga het nu eerst proberen met frikandellen. Wil je zo een stukje frikandel? En voor één of twee frikandelletjes zet ik niet altijd de frituur aan. Dat vind ik onzin. Dat doe ik gewoon een beetje... olie in de pan, een beetje olijfolie. Nou, terwijl de olie warm wordt, geef ik Lina een klein stukje frikandel. Kijk eens, lekker eten. Vind je lekker, hè, Kim? Zo. Gaat perfect zo. Het smaakt precies hetzelfde. Klaar. Ja. Ik maak hier gewoon even een frikandelletje speciaal van. Met ketchup en zonder uitjes. Dus eigenlijk is het helemaal geen frikandel speciaal, maar geen idee hoe het dan heet. Frikandel gewoon of zo. Trouwens, ik doe de helft met mayonaise en de helft doe ik met mayonaise en ketchup. Even een beetje verschil proeven. Ik vraag me echt af hoe ze dit zo krijgen zonder ei. Deze
deze even uit de pan, voordat hij te ver doorgaat. Goed. Sorry poes, niks aan de hand. Er ligt wat vallen. Zo. Eet ik hem eerst alleen met de vegan mayonaise. Ja. Ik weet, het is niet vies of zo. Het is absoluut niet vies, maar het heeft gewoon. Het is geen mayonaise. Het is een sausje. Met een heel klein beetje. Heel in de vette mayonaise smaak of zo. Een beetje net als die Lay's patatje mayo chips. Die had ik gisteren gekocht naar aanleiding van de review van Jan Roos. Maar ik vond er weinig mayonaise aan zitten eigenlijk. Nou, nu in combinatie met de ketchup. Ik proef heel die. Die vegan mayonaise nu niet meer. Ja, wat moet ik hiervan zeggen? Wat voor cijfer zal ik hiervoor geven? Want ik zei, het is niet vies. En, het is heel leuk, denk ik, als basis voor een ander sausje. Met knoflook erin of zo. Maar als we nou echt afgaan op het verschil tussen de Real Hellmann's en de vegan versie, dan krijg je van mij toch echt niet hoger dan een 6. Nee. Nee. En de saus dan combineren met een frikandel of zo, dat doet niks aan het cijfer verder af. Het is gewoon, ja, het is niet slecht of zo, maar het heeft gewoon weinig met mayo te maken. Zo. En dan gaan we afsluiten met een gewoon ordinair echt broodje frikandel met mayonaise. Daarom had ik de tweede ook gemaakt. Het is lunchtijd, dus dan eten we gewoon lekker nog een broodje frikandel. En dan zit ik weer even vol. Nou, een nieuwe halen. Ja, er zit nog wel even genoeg in. Heerlijk. Hier ga ik verder niks over zeggen. Ik bedoel, jullie weten hoe een broodje frikandel smaakt. Fantastisch. De Hellmann's mayonaise krijgt gewoon een 11. Sowieso. Goed mensen, ik wens jullie een hele fijne zondag toe. En ik zie jullie donderdag bij een nieuwe video.